De kerstboom naast het gemeentehuis in Groesbeek kende woensdag een wel heel bijzondere versiering. Een condoomfabrikant had de boom helemaal volgehangen met condooms, verpakt in kleurrijke smileys. En dat vond gretig aftrek. De volgende ochtend hing er nog één schamele condoom in de boom. De fabrikant verkoopt jaarlijks 2,5 miljoen condooms aan 70.000 klanten en weet dus precies waar de minste condooms besteld worden. Groesbeek staat op plaats 5 van de landelijke lijst en daarom besloot de fabrikant een flink aantal kerstcadeaus weg te geven. In de kou wachten we op een verlaten treinstation. Niemand zit erop te wachten. Op station Mookmolenhoek is daarom nu volgens ProRail de wachtbeleving verbeterd. Maar daar is niet iedereen over te spreken. De wachthokjes die eerst dicht waren zijn nu opengemaakt door de zijkanten van de hokjes te verwijderen. Daardoor is er geen mogelijkheid meer om nog beschut te staan voor de wind. ProRail heeft hiervoor gekozen om meer veiligheid aan reizigers te kunnen bieden. Die zouden zich volgens het bedrijf namelijk onveilig kunnen voelen in een afgesloten wachthokje. Volgens ProRail wordt met het plaatsen van de nieuwe inrichting rekening gehouden met de windrichting. Pesten is niet leuk. Ook Vincent, de cavia, wordt gepest omdat hij anders is. Maar anders zijn is juist bijzonder, vertelde zijn oma. Het klinkt als een bijzonder verhaal en dat is het ook, speciaal geschreven voor kinderen. Wethouder Bert van Zwam en bedenker Caitlin Sas overhandigden dit boek donderdagochtend aan kinderen van groep 3 en 4 van basisschool De Leeuwenkuil in Beneden Leeuwen. 350 leerlingen van basisschool De Dromedaris in Beuningen namen vandaag afscheid van hun meneer Hans op zijn laatste werkdag. 'S Morgens vroeg verzamelden alle kinderen zich om te kijken naar een musical die de teamleden in het geheim hadden ingestudeerd. Het bleek een bijzonder verhaal, met een combinatie van het kerstverhaal en Sneeuwwitje.